Koen, wat als Corbyn wint? Nou ja, dan kun je gaan zien dat die markt toch wel redelijk in shock gaat. Want Corbyn is een beetje de hardcore socialist. Zoals, ik zat nog in de luiers, maar zoals dat in de jaren 70 was. Nationaliseren van bedrijven, spoorwegen, utiliteitsbedrijven, belastingen verhogen. En dat geld ook niet sparen, maar direct uitgeven. En die plannen, ja, die zijn toch wel redelijk angstaanjagend voor bepaalde delen van de markt. Dus als het gebeurt, de kans is klein, maar... Een jaar geleden dachten we ook dat de kans klein was dat er een Brexit kan. Dus het is uiteindelijk aan Henk en Ingrid, aan de white van driver in de UK, om met zijn portemonnee te gaan stemmen. Hoeveel voelt hij van de pijn van de inflatie die we de afgelopen tijd hebben zien oplopen in de UK?